gaan het hebben over Landschap bij avondschemering van Vincent van Gogh. Een schilderij dat hij maakte in Auvers-sur-Oise, vlakbij Parijs, waar hij de laatste maanden van zijn leven woonde. Hij hield erg van het landschap in het noorden en van het licht. En we zien hier, zoals hij het ook beschrijft in een brief aan zijn broer, midden juni 1890 is het dan, twee perenbomen tegen een avondlucht, daarom zijn ze ook zo donker, tekenen heel donker af. En in het midden het kasteel dat buiten het dorpje in Auvers gelegen was. Het mooie hiervan, of een van de mooie dingen, is dat het zo ontzettend los en dynamisch geschilderd is. Ja, daar ben ik geheel mee eens. Het is ontzettend met een hele snelle toets geschilderd. Het is echt in één keer gedaan, zoals je zou verwachten. En dat zie je met name door de nat op nat stapeling van de penseelstreken. Waardoor je juist een heel rijk gemodelleerde oppervlak krijgt. Mm-hmm. Het is helemaal niet vlak, namelijk het is echt een driedimensionele object. Ja, zoals we van Gogh kennen, de man die zo lekker in de verf zat, zeg maar. Precies, ja. Hij heeft ook heel gevarieerde toetsen, hè? Dus hier zijn het streepjes en hier zijn het meer schuine streepjes en hier zijn het korenaar en dan weer korte knikjes. Heel spontaan lijkt het in elk geval. Dat is het ook, maar geldt wel dat hij van tevoren bedacht heeft van welke penseelstreek wil ik gebruiken om elk element te beschrijven. Dus het is een mooie mengsel eigenlijk van vooraf bedacht en spontaneiteit en toevalligheid. En geldt dat ook voor kleur? Want dat zou je dan ook verwachten. Dit is een heel goed voorbeeld van bedenken van vooraf hoe hij kleuren ging gebruiken. Want je had het over een nachteffect. Nou, daar heeft hij wel in de keuze van kleur heel goed rekening mee gehouden in de eerste schets zelfs. Want onder de perenbomen, die steken af tegen het licht, is een relatief donker onderschildering. Een beetje paars-bruin kleur, maar ook met oranje, het is een beetje onregelmatig. En dat geeft heel mooi de effect van het licht, die schemert door de gebladerte heen. En deze dingen, die horen er volgens mij niet echt bij, die zijn niet bedoeld, of wel? Nee, dat denk ik ook niet. Het is later afgegeven. Het schilderij heeft tegen een andere doek aangelegen, terwijl die nog vrij vers was. En we zien veel van die vlekken verspreid over het hele doek. Vanaf de linkerrand is een lichte vlekken, tot die groene vlekken aan de rechterkant. Een beetje een rode vlek in het midden, een blauwe vlek en enkele vlekken in de lucht. Weet je dan misschien waar het tegenaan gezet heeft? Want dat kun je dan misschien. Heb je een idee? Of? We hebben zeker een idee, maar dat moet nog bevestigd worden. Mm-hmm. Het lijkt heel erg op de kleurgebruik in schilderijen in onze eigen collectie. Met name korenvelden met onweerslucht. Oh, ja. Met de papavers in de afstand. Ja. Maar dat moeten we nog zien of dat klopt. Ben je heel benieuwd? Ik ook. We moeten ook even over het formaat van het doek hebben, want het is voor het eerst dat Van Gogh dit soort brede en lage formaten gebruikt. Er was een Franse kunstenaar, Charles d'Aubigny, die ook in Auvers gewoond had. Die hetzelfde formaat, dezelfde verhoudingen althans, gebruikte. En dat heeft hem ongetwijfeld mede op het idee gebracht. En hij schrijft ook dat hij dat bewust gebruikt aan zijn broer, dat hij een twee keer zo breed als hoog doek gebruikt. Maar ik weet niet of dit nou standaard doek is of niet. Nee, dat klopt. Het was geen standaard formaat die kant en klaar te kopen was. Maar ik denk wel dat dit een hele praktische reden kan hebben gehad. Rekening houden met de randen van het doek meet het precies 107 centimeter breed. Mm-hmm. En we weten uit onderzoek naar historische technieken dat exact de helft van de breedte van een commerciële voorgeprepareerde roldoek was. Dus hij heeft eenvoudigweg een roldoek besteld en dat doormidden geknipt om deze formaat te creëren. Okay. Maar heeft hij dat speciaal voor het landschap gekozen? Want het werkt natuurlijk wel heel goed, zo'n breed panoramisch uitzicht. Hij heeft het inderdaad voor andere soorten onderwerpen gebruikt, bijvoorbeeld van een portret en van een stilleven van boomwortels. Mm-hmm. Een landschap van boomwortels zou je kunnen zeggen. En we weten ook uit analyses van de doekweefsel dat ze inderdaad allemaal van dezelfde roldoek zijn geknipt. Dus in twee banen, van de linkerhelft van de rol en van de rechterhelft. Het klinkt een beetje alsof tegelijkertijd het bewust gekozen was, omdat het zo geschikt was, maar ook een beetje toevallig was. Want zo'n dit doek staand figuur, dat is natuurlijk een heel ander, geeft een heel andere indruk. Dus een combinatie van bedoeld en
naar experiment of ontdekken of zo. Ja, ik denk dat dat absoluut klopt. Dat is ook heel kenmerkend voor Van Gogh. Hij wist hoe ja, de volledigheid te benutten en toch tot een mooi effect te brengen. Dus daarin was hij dan veel moderner dan veel van de academisch opgeleide schilders die keurig volgens het boekje werkt. Ja, klopt helemaal. Okay.